And do you feel safe and secure after Brussels or Paris? Or do you still travel to Paris or Brussels? Angst, dat is het echte gevaar van terrorisme, volgens Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Schoof was vandaag te gast bij de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. In het symposium Terrorisme en Counterterrorisme praatte hij met de studenten over de dreiging van terrorisme en de gevolgen ervan. Schoof ziet een verandering in Nederland na de aanslagen in Parijs. Ik zie dat het gevoel in Nederland ook veranderd is, omdat anders dan dat we eerst hebben gezien, waar het over cartoonisten ging of Joodse instellingen, gaat het nu over iedereen. En kan je in een voetbalstadion, in een café, bij een rockconcert worden getroffen. En dat heeft wel iets gedaan met de mensen. Volgens Schoof moeten we leren omgaan met de realiteit dat er een dreiging is. Het kan ook in Nederland gebeuren. We hebben niet voor niks in Nederland het dreigingsniveau substantieel. Dat hebben we al enige tijd. En dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Maar tegelijkertijd zeggen we er ook bij, het is niet kritiek, dus we hebben geen informatie dat een aanslag vandaag of morgen kan plaatsvinden. Het is een realiteit die we onder ogen moeten zien en waar we ook mee moeten kunnen omgaan. Hoe we daar het beste mee om moeten gaan is voor Schoof duidelijk. Je niet laten verlammen door angst. Terroristen willen angst verspreiden omdat ze uiteindelijk iedereen in het ongereden willen laten komen. Ze willen onze samenleving ondermijnen. En hoe kan je nou het beste een samenleving ondermijnen? Dat is door angst. Want door angst gaan mensen ook maatregelen vragen die eigenlijk niet meer bij onze democratische rechtsstaat horen. Door angst kan ook die overheid in de verleiding komen om maatregelen te treffen die niet moeten. En angst kunnen mensen verlammen. Dus dat betekent dat mensen niet meer hun normale leven leiden. En op het moment dat mensen in onze samenleving niet meer hun normale leven kunnen leiden, is de terrorist geslaagd en hebben wij gefaald met elkaar. Volgens Schoof kunnen we het beste cool, kalm en collectief blijven, maar wel waakzaam.